nemen. En het werkt ook best wel verslavend, hè? Heb je daar zelf ook last van? Ja, nou, dat is een van de negatieve dingen aan Facebook, is dat ze echt het platform hebben ingericht om je verslaafd te maken. Dus alles wat je daar ziet, is eigenlijk ingericht met het doel om jouw hersenen verslaafd te maken aan het scrollen en zo lang mogelijk op Facebook zetten. Dat hebben ze expres gedaan, dat is eigenlijk heel slecht. Maar dat is wel een reden van hun succes geweest. Ja, maar Twan, geldt dat voor jou ook? Dat je toch denkt, ik check het wel heel erg vaak. Kattenfilmpje in het andere kattenfilmpje komt. Ja. Ja. Nou, en wat natuurlijk, waar je wel een beetje van schrikt, het is in eerste instantie heel persoonlijk. En er komen steeds meer commerciële boodschappen bij. En daar hebben ze natuurlijk wel heel erg over nagedacht. Je hoeft maar even een keer wat te zoeken op Google. En uiteindelijk wordt het ook via Facebook wordt het weer geladen. Dat diezelfde interessegebieden ook daar tevoorschijn komen. En ja, ik schrik er ook wel eens van. Dat je, heb je net een nieuwe connectie in je telefoon. Meteen wordt die persoon ook op Facebook als mogelijke vriend aangegeven. Dus alles wat maar daarmee samenhangt, daar schrik ik wel een klein beetje van. Ja, nou ja, en waar we ons natuurlijk ook zorgen over maken. Op 20 maart gaan we natuurlijk stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. En in de aanloop zullen er op Facebook mogelijk nepnieuwsberichten opduiken. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat we moeten blijven opletten. Ik zeg wel vaker, we moeten in Nederland niet naïef zijn. Het is in andere landen gebeurd. Er is eigenlijk geen enkele reden waarom het niet ook hier zou gebeuren. En dan ben ik liever vooraf aan de verkiezingen waakzaam, dan dat ik achteraf constateer dat het ook Nederland is overkomen. En welke rol kan de overheid daarin spelen, denkt u? Nou, de overheid moet denk ik vooral de rol spelen van het onder de aandacht van mensen brengen. Dus eigenlijk het bewustzijn vergroten. Denk na, voor je, als je iets onder ogen komt waarvan je denkt wat raar. Ja, misschien komt het wel uit een trollenfabriek in Rusland en is het dus niet echt. Net zoals we kinderen media wijs maken, willen we dat eigenlijk doen met de Nederlanders. We moeten niet naïef zijn. Is die dreiging echt groot bij ons? Ik weet niet of die groot is, maar hij is er wel. Hè. Dus je zag tijdens de verkiezingen in Amerika dat de Russen daar geprobeerd hebben om invloed uit te oefenen. Maar ook bijvoorbeeld bij MH17 zag je dat Russen heel veel onzinverhalen de wereld inslingerden om maar twijfel te zaaien over de oorzaak van de crash. Wat je wel moet bedenken is de oplossing niet erger dan het probleem? Hè? Want als jij vanuit de Nederlandse overheid gaat zeggen tegen mensen, vertrouw niks op Facebook, kijk uit, want er is nepnieuws. Dan ga je zien dat mensen ook de goede dingen niet meer gaan vertrouwen. Hè? Dus als ze een bericht lezen van een goede journalist of een goede krant, dat ze ook daaraan gaan twijfelen. En dan heb je eigenlijk jezelf in de voet geschoten. Ze moeten wel dat onderscheid natuurlijk blijven zien.